Dit is echt hoe we gaan staan? Dit is hoe ik ga staan tegenwoordig. Ik wil kinderen krijgen en vertrouw je voor geen fucking centimeter meer. De balkletser. Ja, de balkletser. Hoi, welkom bij de Gier Gasten weer. Sinds vorige week zijn we officieel Utopiaan. Gewoon ergens neergezet. Nee, ik wist gewoon dat hij daar iets deed. Ik wist het gewoon. Daar. Ja. Ja, en dat betekent dat als Utopia de televisiering wint, althans de Digital Impact Award, dan winnen wij die ook. En dat was het doel. Dus wij gaan vandaag een beetje campagne voeren. Dat doen we natuurlijk wel een beetje à la de Gier Gasten. Ik zou zeggen, laten we maar beginnen, Niels. Oké, let's go. Ik zat te denken, kijk, wij hebben natuurlijk ooit een tv-reclame ingekocht bij Boulevard voor maar €99 met behulp van een hoogwerker. Ja. Misschien is het een idee dat we dit keer een billboard of zo gaan maken voor langs de snelweg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dan altijd van waarom hangen ze niet gewoon zo'n ding van een brug af? Dan heb je hetzelfde idee, maar dan gratis. Inderdaad. Toch? Dus gewoon aan een brug, zo'n banner hangen. Gewoon een banner hangen, iedereen rijdt eronder door. Ja. Het valt nog meer op dan zo'n ding nasnellen, want je rijdt er bijna tegenaan. Pakken we lekker de ring rond de ochtendspits. Oké, wat moeten we daarvoor hebben? Dan moeten we sowieso iemand hebben die dat gratis voor ons wil doen. Dus ik denk dat we ons bereik voor gaan gebruiken. En we moeten een design hebben. Dus we gaan nu gewoon even een bannerdrukker bellen. Ja, goeiedag. U spreekt met Niels Oosthoek. Ik zou heel graag een banner, of wat is het, een spandoek laten bedrukken. Wij hebben zeg maar een YouTube kanaal met aardig wat bereik. Dus wij dachten, het heet Gier Gasten. Als jullie nou die banner laten maken en wij die gratis kunnen krijgen, dan krijgen jullie van ons gratis promotie. De manager vindt het goed. Ja? Ja. Oké, maak ik bij deze even promotie voor jullie. Dankjewel, drukwerkdeal.nl. Oké, nou helemaal goed. Hey, bedankt man. Ik stuur jou even het formaat op en wat er precies allemaal op moet. Nou, het is vrijdagochtend, Martijn. Heerlijk vroeg. Heel vroeg. Heel vroeg, maar we moeten de spits meepakken. En als spandoek die wordt nu gebracht. Ja, speaking of the devil. Daar is hij. Daar is onze beest. Zo, dat is een unit hoor. Dit is een hele grote. Ja. 5 meter breed, dit gaat wel opvallen. Ja, maar is hij ook een beetje mooi geworden? Dat moeten we nog gaan zien. Ik ben heel benieuwd. Gaan we wel vooruit natuurlijk. Ja, we even snel uitpakken? Nee, we gaan hem gewoon in één keer uitrollen. We moeten het een beetje spannend houden. Hé, hey, hartstikke bedankt man. Ja, graag gedaan. Pak hem over. Ja. Is 3 meter niet te laag dat de auto's zodat we niet meer zien wat er achter, wat er voor hen gebeurt? 3 meter. 3 meter? Ja, jij hebt de berekeningen gemaakt, Martijn. Het is een beetje op gevoel gegaan. Het is een beetje op gevoel gegaan. Dus het zou zomaar kunnen dat er een vrachtwagen tegenaan crasht. Daar moet je wel voor oppassen. Ja. Dat zou ik ook mee doen. Oké, dan weet je dat. Oké. Oké, laten we hem alvast uitpakken, dan lopen we daar niet te stuntelen. Oh, een lekker kleurtje hoor. Ja joh, Utopia blauw. Utopia blauw. Oké, even plan van aanpak, brug is daar. Ja. Misschien hadden we iets meer touw kunnen meenemen. Ja, ja. Goed gedaan Martijn. Ja, wat is jouw aandeel in het hele proces? Ik heb het idee bedacht. Uitslapen, precies. Terug. Als dit neertieft, ja. Dan heb je gewoon levens op het spel. Ja, weet ik ouwe. Het is ook levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk dit. Ja, 1 touw daar, 1 touw hier. Levensgevaarlijk. Helemaal goed. Hey Niels, hey. Volgens mij is de regel reclame per bereikt persoon €1. Oh. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dit gaat heel snel. Ik zeg, dit is een hele goedkope reclame. Ik zou zeggen, laten we hier weggaan, want onze koppen staan op de poster. Dus oh ja, als ze komen, dan is het best wel logisch dat wij zijn. Inderdaad, laten we wegrennen. Dan lijkt me lekker bij, hè? Ja, prachtig bij. Stemgiergasten, Utopia, televisier 2018. Nou, we hebben hem binnen, jongens. Die televisier die kan niet meer misgaan. Ja, lieve kijkers, zoals jullie hebben gezien, het spandoek hangt. Dus ja, alle mensen die er nu langs rijden, die zien onze boodschap. En hopelijk stemt iedereen ook op Utopia, want anders was alles voor niets geweest. Dus ook jullie, lieve kijkers, zouden we heel graag willen verzoeken om even naar de website te gaan. En op ons /Utopia te stemmen, want als dit lukt, dat zou toch fantastisch zijn. De Gierigassen voor de Televisiering 2018. Super, tot volgende week.